Het is een van de meest bloederige gameseries die we kennen en deze week komt er een nieuw deel van uit. Mortal Kombat. Al sinds de jaren 90 zorgt het voor spannende gevechten en veel controverse. Ik praat erover met gamekenner Erik Nusselder. Erik, het is een heel bekende gametitel, Mortal Kombat. Maar in feite is het gewoon één tegen één tegen elkaar op de console, toch? Ja, het is wat we een fighting game noemen, een vechtgame inderdaad. Jij speelt tegen mij en uh, ja, er zijn er maar twee. Ik kan er maar eentje overleven en uh, dat is het. En waarom was Mortal Kombat zo legendarisch? Want je had ook Street Fighter uh, ja, nog? Dat zijn eigenlijk wel de twee grote fighting game series. Ja. Er zijn er wel meerdere, maar dat zijn wel de bekendste. En Mortal Kombat springt heel erg in het oog door nou ja, wat jij al zei: de grote bloederigheid, de gewelddadigheid van het spel. Uh, een van de meest kenmerkende dingen, en iedereen die hiermee is opgegroeid zal het wel kennen: ja. dus als, aan het eind van het gevecht, als ik gewonnen heb, dan krijg ik nog zo'n moment. En dan Sta jij daar nog een beetje zo te rond te kijken... en dan kan ik met jou doen wat ik wil. Dat heet een fatality. Oh, een het is gewoon, het is gewoon heel, uh, heel vreed eigenlijk. Het is heel vreed. Dan moet je een bepaalde knoppencombinatie invoeren... en al die verschillende personages hebben dan verschillende uh, eindmoves... die ze kunnen doen en die zijn echt heel... Bloederig, daar gaat echt je kop eraf met, uh, met je ruggengraat er nog aan, zeg maar. En uh, kloppende harten worden zo uit, uh, uit borstkasten gerukt. Dus het is best wel, uh, best wel heftig. Hoe, hoe groot was die game in de jaren negentig? Ja, echt uh, groot. Ja, echt een top drie titel? Echt uh, een grote titel. En vooral in de arcades heeft het heel veel uh, oh, ja. namen opgebouwd. In de, in de, ja, dat noemden wij vroeger een automatenhal. Oh ja, de, de <laughs> automatenhal. De automatenhal. Ja, maar je kan je voorstellen dat uh, ja, zo'n gewelddadige game waar dan allemaal... Bloederige scènes op het beeld wordt ja. getoverd... dat allemaal mensen daaromheen staan verzameld. en elke keer weer een kwartje inwerpen. om te kijken wat er nou weer gebeurt. En, uh, maar ja, het was ook een game waar je heel goed in kon worden. Dus als je echt uh, als je oefende. De, de, de combinaties, zeg maar. Ja, ja. want maar het was maar één dimensie. Het was vrij plat. Want ze gingen toch zo. Het, het, was, het, was, het was plat tegenover elkaar toch? Ja. Het was niet dat je het vanaf helemaal rondom kon. Dat, dat kon misschien überhaupt in die tijd nog niet. Nee, uh, ja, of het werd heel moeilijk of veel lelijker. Maar dat is ja. eigenlijk nog steeds zo. Dat is het genre van de game. Uh, werkt meestal zo dat je inderdaad op... links en rechts tegen elkaar. Links en rechts tegen elkaar. Je kan weinig kanten op. Je, je kan wel springen, maar het is echt van, ja, wie is het beste? Wie heeft de beste reflexen? Uh, uh, reactievermogen en uh, ja, wie is het best in al die moves uh, uit de controller toveren. Hij wordt, er zijn al meerdere versies uitgebracht. Nu wordt hij weer helemaal gerecycled, gerebrand en nu is het weer Mortal Kombat 1. Ja. Waarom brengt men uh, de titel uit de jaren 90 opnieuw uit? In, is dat in de hoop dat de oudere gamers denken: van wow, daar gaan ja, we weer? Het is een beetje misschien wel andersom zelfs. Want Mortal Kombat is nooit gestopt, het blijft altijd doorgaan. Ze waren, een tijdje terug waren ze bij deel 11. Okay. En dan denken ze nu, ja, we kunnen wel Mortal Kombat 12 gaan maken. Maar op een gegeven moment kom je bij die aantallen bij zulke 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, ja. en dan denk je, waar zijn we nog? En dan zijn er misschien wel spelers die denken... ja, ik zou best wel eens een keer Mortal Kombat willen spelen... maar ze zijn al bij deel 11 en ik heb geen idee waar het over ja, gaat. Ja. Kan ik hier wel bij instappen, et cetera, et cetera. Dus dan denken ze, weet je wat, we beginnen gewoon opnieuw. We doen Mortal Kombat 1. Het is een heel nieuw spel. We noemen hem gewoon Mortal Kombat 1. Ja, het is gewoon een beetje een marketingtrucje. Ja, en het is gelukt, want wij hebben het er onder andere nu over. Ja. Um, ja, jij, jij zit in die gamewereld, hè? Het uh, is een wat oudere game. Uh, kom, komt die nog voor in de toplijstjes? Zijn jongere gamers van nu nog geïnteresseerd in dat soort games? Nou ja, als je het echt hebt over toplijstjes, van wat brengt nou het meeste geld op, dan heb je het echt over games die de massa aanspreken. Ja. Zoals FIFA, zoals Call of Duty, zoals Grand Theft Auto, dat kent iedereen wel. Ja. Of je hebt uh, gratis te spelen spelletjes, zoals Fortnite. Wat je gewoon oneindig door kan spelen. En dat brengt ook heel veel geld op. Want dan kopen mensen weer losse outfits en zo, uh, dat soort dingen. Dus dat zijn wel echt de populaire games van dit moment. Maar Mortal Kombat en ook Street Fighter. Die hebben echt nog wel een heel grote plek in het gamelandschap. Uh, er worden hele grote toernooien georganiseerd, fighting game toernooien, waar die games ook altijd bij aanwezig zijn. Er wordt door miljoenen mensen bekeken over de hele wereld. En uh, ja, Mortal Kombat heeft echt zijn plekje daarin verdiend. Ja. Dat is nog steeds zo. Wat verwacht je van, van, de, van de verkoop? Want hij is, komt deze week komt hij uit. Gaat het een hele grote vlucht nemen? Ja, het gaat best wel hard, denk ik. Ja, ja, omdat ze met die marketing weer opnieuw zijn begonnen. En wat je altijd bij Mortal Kombat ziet, is die filmpjes van, dat, van die bloederige moves. Die zetten ze dan op social media. En die blijven nu dus ook. Oh, nu, nu heb je natuurlijk social media om dat nog groter te maken. Ja, en iedereen kijkt naar die filmpjes en dan denk je toch: jeetje, goh, wat daar allemaal gebeurt. Het is zo over de top bloederig. Ik wil toch, ben toch wel benieuwd hoe dat nou speelt. Ja. Erik Nusselder, gamejournalist, dankjewel.